De invoering van de verplichte arbeid in Duitsland was een van de meest onpopulaire maatregelen van de bezetter. Hierdoor ontstond ook een nieuw verschijnsel in de Belgische samenleving uit de bezettingsperiode, de werkweigeraars. Doordat ze zonder werk en zonder rantsoenzegels vielen, moesten ze wel geholpen worden. Die hulp werd zowel door verzetslieden als door niet-verzetsmensen geboden en ook uit Londen kwam steun, zij het wat laat-tijdig. Het verzet bond op verschillende vlakken de strijd aan. Dus ten eerste, we hebben daar in het Leuven ook de arbeidsbestellen gaan leegmaken met een 10.000-12.000 fiche van werk opgeroepene jonge mensen. We hebben die fiche vernietigd. En daarmee was al een aanwerving van die mensen maanden vertraagd. Dat was bijvoorbeeld een vorm van sabotage. Hoe gek dat ook mag klinken, maar die jonge mensen, de meeste daarvan, hebben maanden aan een stuk dus uitstelgen van executie gekregen. Il est certain que nous avions des complicités dans des endroits où l'on distribuait des timbres de ravitaillement. Et en consultant les journaux de l'époque, je suis certain qu'on retrouverait, qu'on annonce dans les journaux de l'époque que des timbres ont disparu, que des vols ont eu lieu dans des bureaux qui distribuaient des timbres de ravitaillement. Ça n'était pas toujours des vols, n'est-ce pas? Il y avait aussi beaucoup de complicité, parce qu'enfin, il y avait tout de même des Belges qui voulaient aider les réfractaires, ou parfois dont le fils de celui qui distribuait les timbres de ravitaillement était réfractaire, il savait bien que ça allait servir. Dan vroeg ik dat aan bepaalde personen die daarvoor instonden, die de zegels moesten uitdelen. Want die waren op het gemeentehuis altijd niet. Die kwamen maar af, ten hoogste een paar dagen voordat ze uitgedeeld werden. En dan moesten wij verwittigd worden door ofwel de secretaris ofwel door de burgemeester dat men de zegels mocht komen halen. En dan gingen we. Maar vind dat ze maar binnen te vallen en daar op loerven te liggen, dat heb ik nooit gedaan. En hoe werd het dan georganiseerd? Jij had dus de inlichting gekregen van de overheid, laten we ja, zeggen, burgemeester, secretaris. Ja, van de gemeentelijke overheid waar de aanval, dus de wegnemen van de zegels moest gebeuren. Ja, maar jij ging toch niet binnen en jij ging jij toch niet zeggen tegen een bediende, ik kom met de complimenten van de burgemeester de zegels halen. Nee, dus hoe gebeurde dat? Nee, maar we hebben het zelf zo ver gedreven dat men de zegels mochten gaan halen. Maar de burgemeester was niet thuis. Maar zijn vrouw en de twee dochters wel. En dat was op een zondagmiddag. En we vroegen dan de zegels. En de vrouw zei dat er geen zegels waren. Ik zeg, dat zijn zegels en we komen ze halen. En we gaan in die buiten. Anders in onze revolver halen naar boven. Die mensen waren doodsbang, want ze hebben schrik van geschutsen. Verschrikkelijk. Enfin, ze waren doodsbang. Zeg, waar is de burgemeester? Is de burgemeester thuis of is hij niet thuis? We deden dat natuurlijk een beetje te brutaal. Dat lag niet in mijn hart, want dat ging in mijn hart dat ik de mensen was schrik aanjagen. Maar je moest het doen. Hè. Ik zeg, waar is de burgemeester? De burgemeester is in het dorp. Ja, en wat is waar in het dorp? We kunnen toch dat hele dorp niet gaan afsnuffelen. Die is in een café. Maar welke café? Zeg het dan toch. Ze noemde de naam van de café. Zeg, wat is die daar aan het doen? Met de kaart aan het spelen, zegt ze. En Storms, Franske Storms, die goed gewerkt heeft, die was erbij. En mijn zoon en onder ons gedreven. Zeg, Frans, pak de fiets, red naar die café, het is over de kerk, zegt madame. En gaat dan halen. En dan ging de burgemeester halen. En die kwam mee naar huis. Die pakte een stoel, stond daarop, kwam boven de kast, langde de zegels. Allee, zie je dat er gewoon met thuis gemaakt. Voilà. Wij kregen inlichtingen, zij van de secretaris of van de burgemeester. Voilà. Die een dag in dat dorp zijn er bij mij zegels. Je kunt die komen halen. Maar dan moesten we ook door niet zeggen, kom, wij komen de zegels halen. Wij deden alsof het een overval was. Wij trokken ons wapen, armen omhoog, de zegels. Nu, pas op, 2 uur erna, maar alleen maar de Rijkswacht verwittigen. Hè. Dat wij wel de tijd genoeg hadden dat wij weg waren. Want, maar je zegt dat jij de streek van top tot teen kende. Maar was dat niet gevaarlijk voor u? Want wanneer dat jij de streek kende, dan kende de streek u ook. Hè. Ja, maar
Deed jij dan iets speciaals? Verkleedde jij je? Was dat Ik heb onder andere zo eens een actie gedaan in mijn eigen dorp, in Bordmierbeek. Wij hadden toen al last voor onze zegels te geraken. Dan had ik mij in meisje verkleed. En dan ben ik in klaarlichtend dag in mijn dorp terechtgekomen en heb ik door de zegels gaan stelen. Ze kenden me niet. Ik droeg wel een bril, maar ik had een bril afgedaan. Ik had een mooie rocks genomen, een blouse, een tulbanneke op. En dat is allemaal goed afgelopen. Ze kenden me niet. En wat werd dan met die zegels gedaan? Wel, die zegels, wij zaten met veel werkweigeraars in de periode van 1943. En de bedoeling daarvan was, iedere werkweigeraar een briefje van 1000 frank in een briefomslag en ook een blad zegels. En die werden dan 's nachts onder de deuren gestoken. En dat was iedere maand bijna dezelfde datum. Maar dan worden die mensen zo nieuwsgierig, als wij door 's nachts met die briefomslag onder de deur stoken, dat ze de deur opentrokken voor te zien wie het was. De volgende maand hadden wij daar dan een briefje bij ingestoken en gezegd, in geval dat je nog zo nieuwsgierig bent, krijg je de volgende keer geen zegels meer. Maar dan de maand erop, dan deden ze de deur niet meer open, dan keken ze van boven door het venster voor te zien wie het was. Maar dan werd dat toch een beetje gevaarlijk. En dan hebben we die verstuurd met de post. Dan hoorden we wel links en rechts zeggen, die heeft zijn zegels niet gehad, die heeft zijn zegels niet gehad. Dan heb ik me afgevraagd, zou het de brievenbesteller niet zijn die die brieven achteruit haalt? Dan hebben wij dus naar alle postkantoren een dreigbrief geschreven. In geval dat die personen een briefomslag niet in krijgen, schieten wij u af. Dan hebben zij allemaal terug die briefomslagen gekregen. Dus het was wel degelijk dat? Ja, ja. Nous avons aussi eu des firmes. Vous comprendrez, je ne les citerai pas, hein, je ne veux pas ici faire de la publicité, mais que nous avons eu des grandes firmes qui, pendant la guerre, nous ont aidés en mettant à notre disposition des vivres, ou bien nous annoncer, c'est arrivé à différentes reprises, vous me faites songer à cela, nous annoncer qu'un camion chargé de légumes ou un camion chargé de pommes de terre ou un camion chargé de Quaker, de comment dit-on, croquant d'avoine. C'est ça, de gruau d'avoine, allait passer à tel endroit. Eh bien, ces camions étaient interceptés par des gens de la résistance, et puis on enlevait le chargement qu'il y avait sur le camion, ou parfois on prenait tout le camion, et on disait au chauffeur, tu peux partir. Le chauffeur, d'ailleurs, ne se défendait jamais. Vous savez, ne croyez pas qu'il y a eu des luttes et des hold-up de ce genre-là, où les chauffeurs se défendaient quand ils voyaient que quelque chose n'allait pas, ben, ils disaient prenez-le, et parfois ils disaient prenez aussi le camion. Het organiseren van hulp aan werkweigeraars is wellicht een van de meest omvangrijke anti-Duitse activiteiten geworden, waaraan ook door zeer veel mensen werd deelgenomen die niet actief in het verzet stonden. Er werd niet enkel gezorgd voor bevoorradingszegels en onderhoudsgeld, maar ook voor onderduikadressen. Maar naarmate de opsporing verfijnder werd, ging hij ergens ver weg, verder weg, bij familieleden, bij een oom of verwanten. En dat was meestal dus op het platteland. Hij ging dan werken bij een boer overdag en 's nachts dook hij onder. Dus zo kwam hij meestal aan de kost. Of hij ging werken bijvoorbeeld bij een zelfstandige. Het geval gekend van iemand die ging brood uitvoeren tijdens de dag en dan 's nachts onderdook. Andere mensen gingen werken bij een schrijnwerker, een paar uurtjes per dag en 's nachts waren ze verdwenen, want ze vrezen natuurlijk de nachtelijke razzia's. Vrijwel alle verzetsorganisaties hebben hulp geboden aan werkweigeraars. Sommige groepen beschouwden hen als mogelijk recruteringsveld. Maar ook wettelijk toegelaten organisaties, zoals de Katholieke Arbeidersjeugd, geleid door Monseigneur Kardijn, organiseerden geheime hulpacties. De bedoeling was gezien de KAJ altijd bekommerd geweest was om de morele en ook de materiële beslommeringen van de jongeren en dat te verhinderen dat ze zouden vertrekken onder druk van de bezetter naar Duitsland. En daarvoor heeft de KJ dan in samenwerking met de KAV, de plaatselijke vrouwengilde, en met andere
medewerkende organisaties gezorgd dat die konden onderduiken. En dat onderduiken, dat kon aanvankelijk gebeuren ergens in de streek, maar later, namelijk als het dan ging om jongens die opgeëist werden, die opgehaald werden, om die onder te duiken in de Ardennen. En dan is dat papier uiteindelijk gekomen in februari 43. Ben ik daar onmiddellijk mee naar mijn contactman geweest, die gezegd, ja, dus in principe volgens onze inlichtingen dat wij nu hebben, daar kan u niets gebeuren. U moet niks doen, daar niet naartoe gaan. En gewoon niet gaan. Dat zal normaal een tweede papier komen, dat wisten ze dus al hoe dat ineens stak. En na een maand kwam er een tweede papier. Weer al een keer vragen stellen, wat ga ik nu doen? Ja, volgens onze inlichtingen en het systeem, geen schrik hebben. Het systeem is zo, zij gaan dus een dreigbrief opstellen. Een derde maal. En dan moet je binnen de 8 dagen weg zijn, praktisch. Dat moet u dan gaan voorstellen. Dan moet je u gaan voorstellen. En op die datum, en als je dan niet verdwijnt, dan zullen ze komen halen. Dat was zo. Maar wat moet ik doen? Zeggen ze, gaat er naartoe. Ik ben er naartoe geweest. Ja, ze vragen, komt dat? Dat klopt, dus inderdaad, die dreigbrief. Ja, die dreigbrief is dan gekomen. Weer al een maand. En wel dat ik dus op die datum onmiddellijk, men moest dat uur op die plaats, dat was in de Naamse straat, in de Werberstellen, mij moest presenteren en indien ik niet kwam dat ze dus maatregelen zouden nemen. Represaille maatregelen enzovoorts. Tegen ouders. Dus dan is je daar naartoe. Dan ben ik er naartoe gegaan. Dan hebben ze mij... Lood in je schoenen waarschijnlijk. Ja, men lood in mijn schoenen en ook met een beetje schrik, want iedereen is geen NL toch niet. En, dat ze allemaal gezegd hebben, ze u. Nou, hoe komt het dat u niet gekomen bent, onmiddellijk enzovoorts. En ik zeg, ik was ziek op dat ogenblik, ik kon het dan niet schrijven, ik kon het dan niet verwittigen. Ja, dat wist ik niet, een beetje onnozelig houden, zoveel mogelijk. Hè. Enfin ja, dus gaat naar dat bureau daar. Doktersonderzoek, op de eenvoudigste manier, een beetje... Nog erger dan bij onze militairen. En, iedereen was goed voor de dienst. Iedereen was goed voor de dienst, natuurlijk. En we kregen dan papieren dat we moest vertrekken. De 6e mei moest ik vertrekken, ja. En dan zet jij waarschijnlijk weer... En met dat bericht dat ik dan thuis gekregen heb, ben ik weer naar mijn raadgevers geweest. Wat moet ik nu beginnen? En dan hebben ze gezegd, ja, je maakt uw bagage gereed, al het nodig wat u hebt. En u gaat dat plaatsen ergens bij familieleden. Hè, en dan kun je dat dan later gaan ophalen. Maar de dag van het vertrek zelf moet je dus een postage bagage maken. En ik had dan nog zo'n klein legervalies kunnen van mijn vader nog. Zo van dat rood zeilendoek valiesje. Zeer bekend in die tijd, al de soldaten hadden dat voor de oorlog. En daar had ik 2 kasseistenen ingestoken om het gewicht te maken. Met wat bruin papier omringd enzovoorts. En ik moest mij dan begeven aan, in Sint-Joostplein. Aan het begin dus van het vertrekpunt van de lijn 5 die naar de station van Schaarbeek ging. Op dat uur, dus een tram van een zeker uur. Waar dan op het achterplatform zou een treinwachter gestaan hebben. En wij moesten zonder elkaar te spreken kenbaar maken. Dus ik heb die mensen een keer bekeken, hij heeft mij bekeken. We hebben dus in de ogen gezien dat we elkaar verstonden, alles was in orde. En die mens die moest mij dus terug buiten de staatse krijgen. Het station van Schaarbeek kwam in... De kijker in die zin dat al de opgeëisten, voornamelijk vanaf de maand oktober, die moesten we trekken met speciale treinen die gevormd werden in het station van Schaarbeek. De eerste dagen waren er nogal een merkelijk aantal vertrekkers, maar na enige dagen door de ordewoorden en ook doordat de
grote schrik eruit was, stond men voor het feit dat er het aantal verminderde en dat er praktisch treinen waren die zonder personen moesten vertrekken. In die zin was er uiteindelijk bij het einde van het jaar 1942 en ook in de zware winterperiode van 1942 een goede samenwerking met het treinpersoneel van het station van Schaarbeek. In die zin dat zij ervoor zorgde, gezien de bombardementen reeds begonnen op dat ogenblik, dat er door de sirenen, de binnensirenen zoals men dat noemde, aan gang gezet werd en dat nooit niemand precies wist hoe en waar en wie dat gedaan had. Maar daardoor ontstond paniek en was er een gelegenheid voor degenen die wilden ontsnappen om aan de achteruitkant van het station van Schaarbeek kunnen te ontsnappen. Daar werden ze dan opgevangen en weer konden ze terug naar hun streek ofwel naar een andere plaats die aangeduid werd. Dat was een herenhuis waar dat een almozenier van een privékliniek woonde. Een groot herenhuis, voor die mensen alleen was dat, daar waren geloof ik een tiental kamers in. En die zetten al die kamers ter beschikking van ondergedokenen. Wij leefden daar zo'n soort, gelijk tot men nu zou zeggen, een commune. Met het enige verschil dat we met elkaar contact hadden in het dagelijks leven. Maar dat we goed afgesproken hadden van met elkaar geen kennis te maken qua van waar wij kwamen, wie dat wij waren enzovoorts. We eten samen, we leefden samen, sommigen gingen werken, anderen bleven daar thuiswerk doen. Want dat was ook georganiseerd, dat was sluikwerk. Daar waren dus patroons die ondergedokenen helpten, werk gaven enzovoorts. Voor hen die om een of andere reden niet konden of wilden onderduiken, zette de KAJ de clandestine hulp aan arbeiders in den vreemde op. Die bood materiële hulp en morele bijstand aan de KAJ-leden die in Duitsland werkten. Wij hebben dus gedaan aan het volgende. Lenigen van noden. Hulp bieden aan hen die van thuis geen pakketten ontvingen. En hier zou ik willen verwijzen naar een formidabele werking die tot stand gekomen is in Vlaanderen. En waar het werkelijk standenloos heel Vlaanderen, katholiek Vlaanderen in ieder geval, aan meegewerkt heeft om steun te brengen aan hen die in de vreemde verbleven. Ik zou zeggen het thuisfront, dus de VKJ, die op een prachtige manier op allerlei wijzen gewerkt heeft vanuit de Kajottercentrale. En dan al de parochies waarin betrokken waren alle bestaande katholieke actieafdelingen ter plekke, plus alle colleges, plus de seminaries. En er was een afspraak bij ons. De pakken die wij ontvingen als Kajotter van thuis, dat was het onze. Maar we deden daarmee dat we wilden. Hebben we dat voor u of we gaven het weg. Maar het was onze eigendom. Maar de pakken die wij ontvingen vanuit het thuisfront, laat het mij nu in één woord noemen, wie dat van de Kajottercentrale kwam of van een parochie of van een seminarie, de pakken die wij van het thuisfront ontvingen, dat ging naar hen die niks hadden. Eugène Coin kwam normaal niet in aanmerking voor verplichte arbeid in Duitsland, omdat hij in mei 1942 vrijgestelde voor de KAJ was geworden. Bij de eerste oproeping maakte hij gebruik van die vrijstelling. Maar in januari 1943 kwam Kardijn spreken voor de proosten van de plaatselijke proosten van de KAJ van het arrondissement Kortrijk. En als vrijgestelde van dat verbond moest ik die vergadering bijwonen. En ik miek daarmee die formidabele bezorgdheid van Kardijn over de jonge arbeiders die weg waren naar Duitsland, opgeheist, weggevoerd, meegepakt, zomaar aan hun lot overgelaten, zonder enige voorbereiding, zonder begeleiding, zonder priesters, zonder mensen die misschien geen verantwoordelijkheid durfden nemen.
En ja, ik moet zeggen, als die verharing gedaan was, ben ik beginnen nadenken. En dat heeft in mijn hoofd blijven spelen en dat haperde daar zo, ja. Niet dat ik mij nu zo geroepen voelde om daar echt iets te gaan ondernemen, maar het hield mij bezig. In die mate dat ik bij een volgende oproeping, en dat was in maart 43 of begin april 43, bij die nieuwe oproeping die legitimatiekaart niet meer gebruikt heb. Dat is een uitloper ervan geweest en zo ben ik op 28 april vertrokken naar Halle. Maar uiteindelijk werden we daardoor verder gevoerd naar Magdeburg. Door kajotters die in Duitsland werkten, werd een beschermende werking onder de eigen leden op gang gebracht. Die bestond uit het organiseren van ziekenbezoeken, het bevorderen van de godsdienstbeleving, het opbouwen van een bibliotheek met boeken die uit Vlaanderen werden toegestuurd als tegengif voor de propagandaliteratuur van de vlag. En tenslotte het weerbaar maken op moreel gebied. De Belgische regering in Londen toonde zich erg bekommerd over de wegvoering van Belgische arbeiders naar Duitsland. De vijand beroept zich op de oorlogsbehoefte om de deportaties te rechtvaardigen. Hij bekent tevens zijn zwakheid en zijn misdaad. Hij erkent daardoor dat zijn eigen macht alleen niet voldoende is om de strijd voor te zetten. De Belgische arbeiders en al de klassen der bevolking die door het onheil der deportaties worden getroffen, bieden hardnekkig weerstand. Hun ontembare moed dwingt eerbied af. Duitsland mogen de deportaties dan nog vermeerderen. Het verbittert slechts de weerstand van hen die vertrekken en ook van hen die erin slagen zich aan de verplichte arbeid te onttrekken. Naast deze openlijke aanmoedigingen nam de regering ook geheime initiatieven. Die werden in samenwerking met de Britse Special Operations Executive en de Political Warfare Executive uitgevoerd. In november 1942 werd een eerste agent geparachuteerd, Leon Harnisveger alias Dingo. Hij was voor de oorlog socialistisch vakbondsafgevaardigde in een metaalbedrijf in Charleroi. Bij zijn parachutage had Dingo 1.700.000 frank op zak. Hij moest daarmee, naast andere opdrachten, proberen 120 gespecialiseerde arbeiders uit de metaalindustrie rond Charleroi aan het arbeidsproces te onttrekken, door hen vervalste medische attesten te bezorgen. Op die manier konden ze niet verplicht worden in Duitsland te werken. Dingo slaagde in die opdracht. Sommige van die arbeiders bleven na zijn vertrek ondergedoken en, uit geldgebrek, voorzagen ze door hold-ups in hun onderhoud. Anderen sloten zich aan bij sabotagegroepen. Een maand na Harnisveger werden twee andere agenten geparachuteerd, Maurice Durieux en Henri Heffink. Zij moesten via de sluikpers en op andere manieren propaganda maken tegen de verplichte arbeid in Duitsland en ook trachten de werking van het Rijksarbeidsambt te saboteren. Deze zending begon al dramatisch, want Durieux liep een open dijbreuk op bij de landing. Dat heeft hem toch niet belet van op zijn ziekbed een aanval op het Rijksarbeidsambt in Brussel te organiseren. Oui, j'étais encore à l'hôpital, mais j'organisais ça avec le médecin, avec Corin. Le fils du, c'est son père qui m'a amputé, mais lui est resté mon adjoint. Il venait me voir tous les jours à l'hôpital puisque j'étais malade. Hein? Oui. Alors c'est lui qui m'a amené les plans de la maison du peuple. Et c'est avec lui que j'ai organisé, donc, et avec Fink et Mabie, que j'ai organisé la destruction de l'Office national du travail. Comment a-t-on fait ça? Eh bien, je vous ai dit tout à l'heure, ils sont arrivés donc comme deux ouvriers avec un sac au dos en pleine journée, puisque c'était un magasin. Je leur ai dit de grimper jusqu'au grenier. Il y avait une porte spéciale en haut où ils pouvaient aller dans un grenier où ils n'étaient pas vus. Ils sont allés dans le grenier et ils ont entendu la fermeture du magasin jusqu'à minuit. La fermeture du magasin, et puis alors, à minuit, ils sont sortis de leur cachette et revolver au poing, ils sont arrivés dans le bureau où se trouvaient les deux veilleurs de nuit qu'ils ont sortis en leur disant « Ne vous inquiétez pas, on ne vous fera pas de mal. »
Ils les ont emmenés, ils les ont enfermés dans les toilettes, sans aucun danger pour eux d'être, de brûler avec le... Alors, ils ont pris toutes les fiches des travailleurs recensés pour aller travailler en Allemagne. Ils en ont fait des tas. Ils ont mis des bombes incendiaires et fumigènes en dessous de chaque tas. Avec une mèche, ils ont relayé tout, ils ont mis le feu, ils ont d'abord détruit toutes les machines. Hein? Avec un marteau, ils ont détruit tout ce qui était encore machine de triage. Et puis, ils ont mis le feu vers, je l'ai dit, pas avant 4-5 heures du matin. Parce qu'il y avait le couvre-feu, donc, jusqu'à 6 heures. Alors, je dis, vous mettez le feu à 5 heures, comme ça, à 6 heures, vous pouvez vous trouver dans la rue quelque part et circuler sans qu'on vous prenne. Ils ont mis le feu vers 5 heures du matin. Les pompiers sont arrivés vers 5h30, 6h moins quart. Et eux étaient près de l'église, là, occupés à regarder, évidemment, les pompiers qui arrosaient tout. Et ils sont venus me raconter l'histoire après. Et ce sont les pompiers qui ont détruit tout. Les pompiers ont détruit presque plus que nous avec le feu. Et les conséquences de cette action? La conséquence de cette action n'a pas été dramatique parce qu'on a craint, évidemment, que les Allemands prennent des mesures de... d'otage. De rétorsion contre le peuple, enfin. D'otage, etc. Mais ça n'a pas eu lieu. Et pour les Allemands et pour la déportation? Pour la déportation, c'était une catastrophe. Pour le travail obligatoire, surtout. Hein. Oui. Pas pour la déportation, pour le travail obligatoire. De quelle façon? Travail obligatoire, donc ça réunit... Je crois qu'il devait y avoir, certains disent 200 000, certains disent 250, certains disent 300 000 fiches d'ouvriers recensés comme spécialistes pour aller éventuellement, pour être pris pour aller travailler en Allemagne. Et ça était évidemment un travail qui avait demandé énormément d'heures pour pouvoir réunir toutes ces fiches de travailleurs spécialisés pour aller éventuellement travailler en Allemagne. Ongetwijfeld het belangrijkste initiatief van de Belgische regering in Londen in verband met hulp aan werkweigeraars was de oprichting van de dienst Socrates einde 1943. Socrates werd geleid door de bankier Raymond Chevin. Zijn naam was aan de regering gesuggereerd door zijn vriend William Hugeux, die in het voorjaar van 1943 naar Londen vertrokken was. Respectievelijk in juli en augustus 1943 werden Philippe de Liedekerke en André Wendelen geparachuteerd. Zij moesten Chevin contacteren en hem vragen de financiële hulp aan werkweigeraars te organiseren. Chevin stelde voor dat de regering hem schatkistbonds zou sturen, ondertekend door minister van Financiën Gut. Die schatkistbonds zouden dan bij de banken worden ingewisseld en na de oorlog door de regering worden terugbetaald. Chevin hoopte dat die schatkistbonds hem zouden gebracht worden door Idesbald Floor, die in april 1944 werd geparachuteerd. Maar Floor bracht slechts een volmacht mee, ondertekend door minister van Justitie Antoine Delfosse, van wie de dienst Socrates afhing. Alors pour moi c'était une déception énorme, parce que nous je n'allais avoir aucun papier en main. Et alors avant d'accepter la mission, je lui ai demandé de me donner 24 heures de réflexion. Et j'ai eu l'idée que voici, c'était d'aller dans un bureau de poste et de prendre du papier timbré, numéroté. Et alors je me suis dit, puisque M. Gut m'a mettre sa signature, excusez du peu, mais je vais mettre la mienne. Et en conséquence, je vais signer des certificats sur papier timbré qui seront signés Socrate. Voilà. Seulement, pour cela, il fallait évidemment que j'aie la protection de mon oncle. Die oom was Albert-Edouard Janssen, zelf bankier en gewezen minister van Financiën. Bij het inzamelen van geld voor Socrates, bij bankiers en industriëlen, deed Janssen heel wat deuren opengaan, die voor Chevin zonder steun van zijn oom wellicht gesloten waren gebleven. Le gouvernement de Londres, pour bien faire, avait proposé une affaire, en disant vous serez remboursé moitié en francs belges et moitié en livres sterling, avec l'idée que la dépréciation du franc belge était certaine et qu'en conséquence, il y aurait un avantage sur la DIF. Et le gouvernement belge s'est trompé, parce que de nouveau, il a cru proposer une affaire. Or, les gens que je me suis adressé, je viens de vous l'expliquer, c'était des gens honnêtes, c'était des patriotes qui voulaient faire quelque chose.
d'aller leur proposer une affaire, d'avoir plus d'argent, ça ils ne le désiraient en aucune façon. Bovendien vond Chavin medewerking bij enkele grote wisselagenten. Daarnaast had Chavin, die via verscheidene radiooperatoren in telegrafisch contact stond met Londen, een ander middel om de financiers vertrouwen in te boezemen. J'ai imaginé un système qui a bien donné. C'est que j'ai dit aux gens, voilà, vous allez, lorsque vous me promettez de l'argent, me donner un message. N'importe lequel, Charlemagne et une grande barbe, ou j'ai 100 kilos de, quelque chose comme ça. Et en conséquence, vous voulez me donner ce message, et moi je vais l'envoyer par radio à Londres. Et vous allez entendre, à l'émission de Londres, vous allez entendre le message. Et par à ce moment-là, puisque vous saurez bien que c'est le message que vous m'avez donné, que vous l'entendez, vous verrez bien que je suis donc en communication avec Londres. Et ça a l'air de rien, mais c'était un gros avantage au point de vue psychologique. Parce que le monsieur qui me remettait ce message, je crois que le soir, quand il savait que le message allait arriver, il réunissait autour de lui toute sa famille, et disait, vous allez voir, moi j'ai quelque chose à voir avec la résistance, j'ai quelque chose à voir avec le gouvernement de Londres, et je vais vous dire que dans une demi-minute vous allez entendre un message, Charlemagne a une grande barbe, et on entendait le message, et par le fait même, grâce à ça, ils étaient certains que j'étais bien un représentant du gouvernement, que j'avais des accointances avec le gouvernement, et alors pour moi, par un système de la radio, je pouvais envoyer le message, je pouvais envoyer le montant de la somme d'argent, et puis je faisais une récapitulation des sommes que j'avais encaissées. Je disais donc, je suis arrivé à une somme de. Et ça marchait, si vous voulez, entre Londres et Bruxelles, comme avec une banque normale. C'est-à-dire que j'entrais les sommes, et eux m'accusaient réception, disant, bon, nous sommes donc arrivés à 150 millions ou à 160 millions. Voilà comment ça s'est présenté. Naast en chronologisch voor Socrates bestonden nog andere organisaties die hulp boden aan werkweigeraars, zoals de Katholieke Arbeidersjeugd en Solidariteit, een van de geledingen van het Onafhankelijkheidsfront. De regering in Londen had gewild dat Chavin het ingezamelde geld via provinciale vertegenwoordigers van het Onafhankelijkheidsfront zou verdelen. Ten dele is dat gebeurd, maar Chavin verzette zich ertegen dat het systematisch werd gedaan. Hij had daar zo zijn eigen redenen voor. Het is een erreur de donner au Fonds d'Indépendance, parce qu'il était très orienté à gauche. Bon, trop à gauche, à mon sens. Et deuxièmement, parce que ça obligeait d'organiser une toute nouvelle chose. Il fallait donc avoir des rouages qui n'existaient pas. Il fallait avoir des gens qui cherchent les réfractaires, qui remettent l'argent. Et voilà pourquoi j'ai pensé qu'il valait mieux. Et pourtant, je n'étais pas fort dans la politique à ce moment-là. Je ne connaissais pas tellement la question des syndicats. Tout normalement, je me suis adressé au syndicat socialiste avec M. Fuss, et au syndicat chrétien avec M. Poels, et c'est à eux que j'ai demandé de m'aider, de telle manière que c'est par l'intermédiaire des syndicats que cet argent a été remis. Et Chavin m'a remis des fonds pour ma région, de Flandre-Wallonne. Car Delsin, lui de son côté, avait pris des contacts, Delsin et des militants syndicaux avaient pris des contacts avec des militants syndicaux ou des militants politiques des autres régions du pays. Les fonds ont donc été distribués par ce canal. En ce qui me concerne, j'ai été pris en charge par le responsable pour le Hainaut de Socrate, un certain Lessine, qui était socialiste, et c'est avec lui que j'ai traité ultérieurement. Et les fonds que je recevais de Lessine étaient remis au canard de Moucron qui m'avait remplacé lorsqu'en 1942 je suis entré dans la clandestinité. Ik heb dus op een zeker ogenblik van meneer Schijven, dus Socrate, een bedrag gekregen van 4 miljoen, waarvan ik geen contabiliteit mocht houden en dat moest dienen dus voor ondergedoken enzovoort. Daar is dus een contabiliteit van gehouden tot de laatste centiem. Dat was niet schoon van mij om dat te doen, niet tegenstaande het verbod. Maar goed, ik vind in zulke zaken dat je heel voorzichtig moet zijn. Goed, dat is dus allemaal genoteerd geweest. En ik moest 100.000 frank bezorgen aan een meneer die in Antwerpen in de Pont Royal zich zou bevinden.
die grijs kostuum zou dragen en die met signaal zeer ostentatief voor zich aan tafel zou zitten. Ik heb die man gevonden en ik heb hem gezegd, hier is 100.000 van. Ik zeg, maar waarom moet dat dienen? En toen heeft hij me gezegd, wij zijn een beweging die moet orde handhaven. Op het ogenblik dat de bevrijding komt, onder meer moeten wij reageren tegen het OF. En dus moeten we over middelen beschikken. Ik heb hem toen gezegd, ik ben OF. En dan van september 43, ja, hebben wij geld gekregen van Socrat. En dan is het verdeeld. Dan hadden wij hier 22 agenten die uitbetaalden aan de ondergedokenen. Dat geld van Socrates, dat kwam ook van de banken zeker? Hè? Ja, eerst is dat story geweest. En dan was het meneer Wolters, een van ons comité, die dat deed. En daar was dus ook de minister Moyersoen, zat in dat comité. De Ludovic, hè. Die was ook een agent, ja. Meneer Ludovic en meneer Wolters, hè, surtout de schoonzoon meneer Wolters. Het is langs stem dat we... Ook langs Socrates, zo zijn we langs Socrates terechtgekomen door de familie Moyersoen. Londen had voor Socrates een maandelijks budget van 10 miljoen voorzien. In totaal werd door Socrates ongeveer 172 miljoen ingezameld. Daarnaast ontving Chevin schatkistbonds ter waarde van 7,5 miljoen. Au lendemain de la guerre, lorsqu'ils ont été remboursés, tous. Ont refusé l'avantage en livres. Or, il y avait un avantage à ce moment-là, et ils ont écrit, enfin, ou tout au moins, ils ont fait savoir par moi au ministre de l'époque, en lui disant, il est entendu que nous ne voulons avoir aucun avantage. Cependant, ils ont eu des avantages. Premier avantage, c'est que vous vous rappelez les lois qui ont été prises par M. Gut à la libération. C'est-à-dire, il y a eu des fonds bloqués, 40%, 60%, et on leur a rendu l'argent immédiatement. Donc, ils ont eu un avantage, si vous voulez, puisqu'ils ont eu l'argent. Deuxièmement, je n'avais jamais promis aucune immunité fiscale. Mais il s'est passé que, bien entendu, cet argent est ressorti. Et à ce moment-là, le fisc a dit, tiens, voilà des centaines de millions. Qu'est-ce que c'est que cet argent? Nous allons prélever un impôt. Alors, moi, j'ai dit, le fisc est en droit de le faire. Je n'ai absolument rien promis. Mais il y a eu une interpellation au Sénat. Et on a fait valoir que ces patriotes... qui avaient divulgué exactement, et donné bien exactement l'ensemble de leurs fonds, c'était pas honnête de les taxer, et le gouvernement a décidé de ne pas les taxer. Donc, si vous voulez, ils ont eu un double avantage. Het precieze aantal werkweigeraars dat door Socrates werd gesteund, is niet bekend, maar het moet vele duizenden bedragen. Voor 6 van de 9 provincies beschikken we over benaderende cijfers. Henegouwen, 9.475. Brabant, 5.500. West-Vlaanderen 3.000. Oost-Vlaanderen en Luxemburg elk 2.000. En Namen 1.500. Langs de KAJ om ontvingen nog eens 8.500 werkweigeraars uit het hele land steun van Socrates. Einde 43 hadden wij zo boven de 500. Hadden wij. En ik kan u dat zeggen, omdat gewicht volgens de richtlijnen van Londen kregen wij dus, dat viel het altijd niet mee, maar ja, dat is door de Socrat, die dus de hoofd is daarvan. En Socrat die gaf dus zeker geld van Engeland komende, om die wegwijgeraars te helpen. Wat dat betreft, en die wegwijgeraars waren tenslotte ook leden van ons tenslotte, want wij moesten daarvoor zorgen. Wij moesten daarvoor zorgen, in ieder geval het al voor de ravitaillering. Maar ook dan om verder geld te ontvangen als ze bij ons waren. Hè. Want wat ons in de makkie betreft, want die mensen moesten dus bij ons en die hadden geen ander bestaan. Hè. Dus die kregen dan zogezegd als vrijgezellige 500, als gehuwd 750, gehuwd met één kind 1000, meerder kinderen als ze, dus vanaf 2 was het 1500. En dat was geweldig veel geld. De Duitsers konden niet anders dan vaststellen dat het aantal werkweigeraars steeds meer toenam. Van de opgeroepenen bood zich gemiddeld slechts de helft op de werbestellen aan. Een groot deel daarvan dook pas nadien onder,
tussen de dag van aanmelding en de voorziene dag van vertrek. Een voorbeeld. De jonge mannen geboren in 1922, 1923 en 1924 werden en bloc opgeroepen. Het ging hier om ongeveer 200.000 mensen, waarvan een 50.000 uit hoofden van hun beroep waren vrijgesteld. Anderen werkten al in Belgische bedrijven die hoofdzakelijk voor Duitsland produceerden, zodat van die drie leeftijdsklassen slechts 43.000 jonge mannen in aanmerking kwamen voor verplichte arbeid in Duitsland. Een goed deel hiervan meldde zich wel aan op de werberstellen, maar het militair bestuur stelde in mei 1944 vast dat slechts 2.500 van de 43.000 opgeroepenen vertrokken waren. Het massaal onderduiken gaf dus extra werk aan de Duitse politiediensten. Wel ja, in het begin waren dat de individuele opsporingen. Hè. Dus de veldgendarmerie kreeg de naam van een bepaalde persoon of personen doorgespeeld. Die ging ten huize van de persoon een onderzoek instellen. De vogel was gewoon gaan vliegen. Dan werden de ouders of de familieleden die er waren een beetje onder druk gezet. Als je de naam niet geeft van de mensen waar hij zich bevindt, dan kom je het radiotoestel weghalen of je fiets weghalen en zo. Maar dat evolueerde stilaan, want die methode, individuele methodes, dat leverde niks op. Want ik zeg het, de mensen waren al gewoonlijk ver weg. Terwijl u in Luik werkte daar, op de werberstellen, hebt u ook naamloze brieven kunnen onderscheppen? Jawel, meneer, ik heb zelf redelijk veel naamloze brieven kunnen onderscheppen. Ik heb die nog altijd in mijn documentatie zitten. En wat stond daarin? Ja, er stond zoveel in. Ene die bijvoorbeeld teruggekomen geweest was uit verlof in Duitsland en die meer teruggekeerd is. Of mensen die eenvoudig niet wilden werken voor de Duitsers. Dus die werden met naam en adres, dat was dan de richting van het Rijksarbeidsministerium, vandaar werd dat overgemaakt aan de veldgendarmerie of aan de Gestapo met het nodige gevolgen dat ze achter die mensen gingen zoeken. En wat deed u toen met die naamloze brieven? Als ik eerst de naamloze brieven in mijn handen kreeg, voor eer dat ze met de Duitsers gingen, dan werden die verdwenen, hè. Want ik heb er nog altijd ergens in mijn documentatie zitten. Die namen met adressen schreef ik af en dat gaf ik aan de weerstandsgroepering in het Luikse. Met de vermelding, degene die mij s'avonds opwachtte, naamloze brieven overgedragen door. Dus zorg dat die mens verdwijnt of dat die mens onderduikt. En dan was gebeurd. Wat lief? Dat is ook gebeurd. Ik veronderstel dat, want dat was mijn plicht niet, dat was de plicht van de verzetsbeweging in het Luikse van uit te voeren datgene dat ik hen doorgaf. Naarmate het aantal werkweigeraars steeg, was de veldgendarmerie niet meer bij machten om die mensen op te sporen. Het militair bestuur ging aankloppen in Berlijn om meer manschappen te krijgen voor de veldgendarmerie, maar telkens werd daar geen antwoord op gegeven, dus moesten ze werken met de manschappen die ze hadden. Er werd daar een mouw van gepast begin 1943 met de oprichting van de ULP-gendarmerie, de Ilfse gendarmerie. En die bestond uit Belgische vrijwilligers. En dat waren mensen die werkten op de werbestellen, dus Belgisch personeel van de werbestellen. Het waren dus vertalers, tolken, schrijfkrachten, dus dactylo's enzovoort. En die kregen dan telkens de veldgendarmerie een opsporing ging doen of een klopjacht ging houden, kregen die mensen een revolver en die mochten dan mee optrekken met 3 of 4 veldgendarmen. 3 maanden heeft dat geduurd. Eer dat ze dat ontdekt hebben. Want ik moet ook zeggen dat wij, mijn ouders dan ook tussentijds brieven van mij, zogezegd brieven van mij gekregen hebben. Van Ginder. Dat waren dus vertrekkende jongens die die brieven meenamen. En die Ginder op de posten. En die Ginder posten. Waar dat dan banaliteiten in stonden van ik ben goed aangekomen, ik ben hier goed verzorgd, ik logeer hier in goede barakken en zo. Zaken die men dan ook wisten van anderen. Hè. Dat was ook. Die brief weer zo min of meer gedicteerd weer al door mensen die dat goed van de zaak op de hoogte waren. En je zegt dan dat de Duitsers dat ontdekt hebben, wat is er dan gebeurd? Wel, die zijn dan thuis geweest, omdat ze dus ontdekt hadden dat ik daar niet toegekomen was. Hè. Ze zijn dus thuis geweest, eenmaal normaal, in een dag zo, en dan nog 2 maal daarna, onverwachts, in de nacht, 2 uur 's nachts en zo. Maar, en die hebben dan gaan ze thuis onderzocht, van onder tot boven.
En uw ouders, wat hebben en die mijn gedaan? Ouders die hebben al de comedie spelen. Die hebben comedie gespeeld. Die hebben gezegd, ja, maar mijn zoon is weg. Ik heb hier brieven, zie je ziet. En je moet mij zeggen waar dat hij is, want dat maakt mij ongerust enzovoort. Ze hebben dat geloofd? Ze hebben dat, ja, geloofd. Ja, ik geloof het toch. Dat is hun zaak. Hè. Maar ook de hulpveldgendarmerie was niet bij machten om het massaal onderduiken in te perken. Einde 1943 werd een burgerlijke opsporingsdienst bij de veldgendarmerie gesticht, de Civiel Faandungsdienst. De faanders, in totaal een duizendtal, waren vrijwilligers die bijna uitsluitend werden gerekruteerd uit collaboratiebewegingen zoals Rex en de D-vlag. Zij werden opgeleid in de kazerne van de veldgendarmerie in Zellik en daarna bij opsporingen gewapend ingezet. Het beroep van vaander was nogal winstgevend. Want als je bijvoorbeeld rekent de premies en de vergoedingen inbegrepen, verdiende een gewone vaander, want er waren verschillende graden, dus de laagste graad, verdiende 3500 frank of 3400 frank per maand. En dat kwam overeen met het dubbele van het inkomen van een goed verdiend Belgisch gezin toen. In welk jaar bent u geboren? In 21, dus 1921. Dus ik zat er middenin, hè, bij manier van spreken. En op een zekere dag heb ik dan een kaartje gekregen, een soort oproepingskaart. Ik moest mij melden in Hasselt, op de Havermarkt, in een gebouw. En dat scheen zo'n bank geweest te zijn, met loketten allemaal aan. En daar ben ik toegekomen, per fiets natuurlijk, hè, oorlogstijd. Vervoer had ik niet, kon ik niet op tijd zijn. Ik ben er naartoe gegaan met het gedacht, ik ga al die documentatie halen, wat ik daar krijg. Dan ben ik in eerste instantie misschien een beetje veiliger, dan heb ik toch afgehaald. En dan moeten ze achteraf raden, is hij er naartoe geweest, niet naar Duitsland. Hè? Ik ben dan terug thuisgekomen ermee, ik heb dat verstopt in een zetel. Met het gedachte, dat is zo later misschien nog een souvenir, dat ik dat nog kan eens bijhalen. Want ik was niet van plan natuurlijk van daar naartoe te gaan. Hè? Dan hebben ze mij een tijdje met rust gelaten. Tot op een zekere dag is een ploeg van een man of vijf, hoed op, lange jassen aan, ze waren gekend, Vlamingen. Dat waren dan zo gezegd in die tijd de zwarte. Maar dat waren eigenlijk premiejagers. Hè? Als die ene konden klissen ergens, dan kregen ze ook nog een premie voor. Hè? En ze zijn thuisgekomen, maar ik heb dat te danken aan mijn vriend Jean Mengels. Gelijk ze bij ons zeggen, die mannen zijn bij de duivel te biechten gegaan. En wie was de duivel in dat geval? Hij zelf natuurlijk, Jean Mengels. Hè? Of het toeval is, of geen toeval is, ik weet het niet, maar in ieder geval, die heren die kwamen over de Bruggenkade, ik was er juist in de omgeving, en die vroegen natuurlijk, meneer, zou het u me niet kunnen zeggen, waar een zekere Mathieu ergens woont? En aan de houding en de kledij, wat die kerels droegen, vermoedde ik onmiddellijk dat dat verkeerd was. Hè? Dat het collaborateurs waren? Dat het collaborateurs waren en ik wist dat hij natuurlijk in de weerstand zat. En ik denk het zal wel voor Mathieu zijn, hè? De jonge Mathieu. Hè? Niet voor de postbode, hè? Dat was ook Mathieu. En ik heb hem natuurlijk richting Bovenstraat aangeduid en gewezen. Ik zeg, daar woont Mathieu ergens. Hè? Oh, goed zo, dank meneer. Zij gingen de Bovenstraat op, de richting Bovenstraat, dus de langste weg. En ik pakte de kortste weg om bij hem in de kortste weg te geraken en hem te verwittigen. Hem kan verwittigen en zeggen, ja, allee, Mathieu, het is tijd hoor, jong. De pisin, want ze zijn daar voor u. En hij is onmiddellijk nagekomen en heeft de plaat gepoetst. Ik heb de fiets gesprongen en ik ben vertrokken. En dan ben ik onderduiker gebleven, hè. Heb ik elders kunnen slapen. En hoe hebt u dan geleefd als onderduiker? Ja, dan hoorden we dagelijks de radio Engeland. Hè? Dat was zo'n een kenteken van boem, 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 boem. En dan kwamen ze met hun bericht af. Een bericht voor de onderduikers. Volhouden, niet naar Duitsland gaan enzovoorts. Maar ik was getrouwd. Ik had een huisgezin. Ik moest toch iets doen. Hè? En dan heb ik toch eigenlijk daar geluk bij gehad. Onze burgemeester was ook in de weerstand. Clément Bonsem was voor, tijdens en na de bezetting burgemeester van de Limburgse grensgemeente Cannes. Hij was een oud strijder uit 1418 en in de Tweede Wereldoorlog lid van de Belgische Nationale Beweging. En dat is voor mij natuurlijk een geluk geweest. Hè? Ik moest toch een snee brood op tafel hebben in de oorlog, dus ik moest toch ergens wat verdienen. Onderduiken is goed, maar daar komt niks van op de plank. Hè?
En dan heb ik met hem een onderhoud gehad en dan zegt hem, druk ik dat niet aan, zegt hem, jij kunt onmiddellijk bij mij beginnen, maar je moet aan de Kampernoele kwekerijen. Ik zeg, ja, met alle plezier, hè. En dan was ik veilig, hè. In de grotten in Canada. Dat was in de grotten zelf, hè. Daar zijn er zelf, die hij daar te werk gesteld heeft, die er niet uitkwamen. Ja, die hadden schrik. Het beroep van faander was niet alleen winstgevend, maar ook gevaarlijk. Geregeld werden civielfaanders door verzetslieden neergeschoten, vooral bij geïsoleerde opsporingsacties. Mede om dit te vermijden en om meer werkweigeraars tegelijk te kunnen aanhouden, gingen de Duitsers in de lente van 1944 over door het organiseren van razzia's. Die leverden wel resultaten op. In de maanden maart tot mei 1944 werden maandelijks meer dan 4000 werkweigeraars aangehouden, in juni 1944 zelfs 6357. Eigenlijk was u thuis ondergedoken? Ja, thuis bij mij. En toch is het misgelopen op een bepaald moment? Dat is misgelopen, ja. Mijn vader zegt, ga niet naar de cinema, hè, mijn jongen, of ga niet naar voetbal. Ik zeg, ga toch, hè. Het was een heel derby, hè. Ik zeg, ga naar de cinema, en toen hadden ze me. Hoe is dat gebeurd? Hoe is dat gebeurd? Met de ontzingeling van de plein, hè. Het hele voetbalplein? De hele boel ontzingeld, och. Ik kon niet anders zeggen. Rond de plein, hè, rond de omheiningen. Daar kwamen ze uit, hè. En hebt u een idee hoeveel mensen daar aangehouden zijn? Ja, dat waren zo'n 30, 40. En dan moesten we allemaal de zaal in, de Concordiazaal, wat ik zei daarna. En nadoen alles afgelopen was, met begeleidingen van de Duitsers. Maar net op geweer zo naar de kazerne. Alleen Duitsers of ook? De Duitsers. Ook collaborateurs waren die Duitsers, erop zijn? De Duitsers, met de helmen op en alles. En zo, het klein. Staatsje daar en zo naar de kazerne. En daar overnacht 14 dagen, zo bij 7, 8 in de bed en zo, bedje, dubbel bed, zo'n soldatenbedje. Een stuk brood en zo. En dan zijn we van Tongeren naar Hasselt gegaan, weer terug naar de kazerne. Dan 14 dagen, eerst onderzocht en zo. Weer geen eten, hè. Ja, kom eten. En toen van Hasselt hier naar terug naar Tongeren op de wal. En daar had mijn vader dan gehoord dat ze, als we daar stonden, dadelijk naar Duitsland te vertrekken per autobus. Autobussen, maar je moet niet naar venster komen. Hè. En ik stond op en ik zie mijn vader en ik poets, die lag neer even mee, hè, voor de auto. Hè. Die viel neer? Ja, ja, die is doodgevallen dan. De plaats is dood? Ja, ja. Als nu werkweigeraars werden aangehouden tijdens een razzia bijvoorbeeld, wat gebeurde dan mee? Ja, die mensen werden afgevoerd naar de dichtstbijgelegen gevangenis, Belgische gevangenis. En daar kregen ze te horen, dus ze bleven daar niet lang, een dag, twee dagen. En daar kregen ze te horen dus dat ze naar Duitsland werden overgebracht, naar een Erziehungslager, een heropvoedingskamp. En daar zouden dus 6 maanden moeten blijven. Om te werken? Ja, ja, om te werken. Dus een Erziehungslager, een heropvoedingskamp, de naam zegt het, dat was een kamp binnen het kamp. Dat was een barak of een gebouw binnen een gemeenschapslager. Een gemeenschapslager, dat was een open kamp voor buitenlandse arbeiders. Dus waar de arbeiders vrij binnen en buiten konden. En een herziningslager, dat was dus een gebouwtje daar binnenin, omringd door prikkeldraad. En de werkweigeraars konden daar niet vrij in en uit. En ze waren dan ook onderworpen aan zwaar werk. Er was een zwaar tuchtregime en zo. Ze waren feitelijk gevangenen. We zijn naar Magdeburg gegaan, naar de Junkersfabrieken. Hè. Per rotte karen, die veranderen in trein of niks. Met de bus. En wat werd daar gemaakt? En daar werden vliegers gemaakt, hè. Junkers. Dan moesten we de dingen maken. Hè. De schroef van voren. De schroef. Dan stonden we in een slijpmachine. Van zo'n klein stukje slijpen. En dat was met een Hongaar. En die zei, kameraad, je moet dat niet doen. Zei. Die was ook dat tegen. Hè. Dat was ook een jong wat dat. Maar die was dan feitelijk voor dat te doen. Die zei tegen hem, moet dat niet doen. Zeg, dat is goed, hè. Probeer het maar, dat je het niet kent, zei hij. Maar ik ken het niet, hè. Een maand of twee geleerd, toen zei ze, zo'n zwijn, je kunt er niks, lompen en van die, hè. Zeg, pak maar, neem maar een borstel, zei hij, begin maar te borstelen mee. Dan heb ik dat fabriek uitgeborsteld en zo. Hoe lang per dag moest u daar werken? 12 uur, hè. Ook de zaterdag? 12 uur, zaterdags ook. Ook de zondag soms? Dat was niet altijd, maar dat was ook. En had u de gelegenheid de zondag bijvoorbeeld om naar de mis te gaan, als u dat wou? Ja, dat gingen we toch niet. Nee? Nee, we zijn ook naar de mis geweest, dan ging ik daar zeker niet.
Nu, en de mensen die daar werkten, die woonden... Ja, die woonden in barakken, hè. In een kamp, eigenlijk? In kampen, ja, zo'n barakken, hè. Zo'n soldatenkamp, zo'n soldatenbarakken, hè. En mocht u daar soms buiten? Een stroommatras onder en dat was alles, hè. En eten, hoe was dat? Eten kregen een half brood. Een half Duits brood en een kom soep of zo'n stomp onderheen, zo patatten en met wortelen of groene kool eronder. En met van tijden een stuk worst erbij, van die afgetroefden. Het groot aantal onderduikers, het totaal aantal wordt op om en bij de 200.000 geschat, vereiste een grote solidariteit onder de bevolking. Niet alle kwamen immers in de marquise van het verzet terecht of kregen hulp van een of andere organisatie. Velen hebben kunnen rekenen op de hulp van anonieme patriotten. Vous savez, il y avait vraiment trois problèmes pour loger les réfractaires. Il y avait d'abord le problème des campagnes, où en réalité loger un réfractaire ne posait pas beaucoup de difficultés, étant donné que généralement c'était sa famille et lui-même qui trouvaient une cachette. Ils allaient de maison en maison dans les villages environnants. Il faut là rendre hommage aussi à la population parce que, en réalité, les dénonciations ont été très rares. En plus de cela, il y avait des camps de réfractaires qui ont été organisés dans différentes parties du pays, aussi bien en Flandre qu'en Wallonie, à Bruxelles, pas à ma connaissance. Je suis peut-être d'un naturel très optimiste. Hein. Je crois peut-être que l'humanité est meilleure qu'elle n'est. Mais seulement mon expérience m'a montré que souvent, des gens que je ne connaissais absolument pas m'aidaient dans mon travail et ont été très efficaces dans la résistance. Sans que je les connaisse ou sans que je leur ai demandé leurs opinions politiques ou autre chose. Et enfin, dans les villes, je peux vous assurer que j'ai été émerveillé de voir le nombre de gens qui ont accepté d'abriter des réfractaires pendant la guerre. Et là, je voudrais que vous vous disiez et que vous sachiez qu'il n'y avait absolument aucune question de classe, n'est-ce pas ? On ne savait pas qui on cachait. On acceptait de cacher. Moi, j'ai été caché chez des gens, je peux vous assurer, ils n'ont pas su qui j'étais. C'était des cachettes que l'on se communiquait l'un à l'autre. Et que les gens, parce qu'on ne restait jamais longtemps dans la même cachette. Et puis quelqu'un disait, si jamais tu as des ennuis, tu peux aller là, tu vas voir, tu seras bien accueilli. C'était très curieux, vous savez. Je ne sais pas, il y avait une espèce d'osmose qui se créait pour cacher les gens qui étaient en difficulté. Tijdens mijn studentenjaren kende ik een Henri de Porter, een dokter nu. En op een bepaald ogenblik, toen ik reeds verdwenen was van huis, was mijn moeder in angst omdat ik opgeroepen werd door de werkbeamte van de Duitsers. En toen ging ze naar mijn vriend Henri de Porter en vroeg ze, wat kan ik nu doen? Ze gaan uitvinden dat hij weg is, dat is gevaarlijk. En toen heeft zeer eenvoudig Henri de Porter gezegd, maar geef mij zijn kaart, ik zal voor hem gaan. En Henri is doodgewoon naar de Duitse beambte gegaan, heeft daar mijn kaart neergelegd met mijn foto, terwijl ze naar zijn gezicht keken en doodgewoon, zeer goed, alles in de orde, is weggegaan. Ik kan dat nooit vergeten. Dat noem ik werkelijk vriendschap. J'attendrai.